Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom vanavond hier in de Bali. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali en ik ben blij dat ik u mag begroeten op het Feest der Democratie, wat we vanavond weer vieren. En dat is toch wel mooi om dat nog even in herinnering te roepen. Niet alleen voor hier, maar ook voor de kijkers thuis. De meeste tijd in de wereldgeschiedenis was er geen democratie. De meeste plekken op aarde hebben minder keuzevrijheid dan wij in Nederland hebben. En dat is toch best even goed om dat te herinneren. Er zijn hier gewoon een aantal burgers die bereid zijn om hun ideeën op tafel te leggen en dat met elkaar te debatteren. En daar kunnen wij dan als burgers onze keuze op baseren. En ik vind dat, en dat realiseren we ons niet genoeg, dat is toch ontzettend mooi. En ik vind het ook erg mooi van die burgers dat ze dat doen. Want het gezeik en het gezeur en de modder en de stront die politici over zich heen krijgen, die gewoon potverdorie in achterafzaaltjes als deze, waar het langzamerhand bij wet niet meer rokerig is, maar nog wel een achterafzaaltje, die hier komen om hun ideeën te laten toetsen en aan elkaar te toetsen, dat is gewoon ontzettend mooi. En het is ook heel dapper, vind ik. Dus ik vind het ontzettend mooi dat hier drie politici zijn die dat doen. En dan zeg ik drie, en dan denkt u drie, het waren er toch vier. Ja, helaas, ik heb nog wat dienstmededelingen. De lijsttrekker van DENK, Murat Taimunti, heeft helaas afgezegd vanavond om 6:00. Wij hadden ook wel gehoopt dat er dan een vervanger zou zijn, maar die is er ook niet. Dat vinden we jammer, dat vinden we erg jammer, want het was juist zo mooi, denk ik, dat hier twee koppels mensen tegenover elkaar zouden staan. Maar goed, hij is ziek, dus dat kan misschien gebeuren. En ik vind het, daar moet ik wel even aan toevoegen, ik vind het ontzettend mooi dat Marjolein Moorman dan toch gewoon wel komt en onvoorbereid een vraaggesprek met Tim Wagenmakers aangaat. Want de opzet was anders en de opzet was ook voorbereid. Dus ik vind dat toch ook mooi dat ze dat om 6:00 middags, 's avonds dan toch doet. En verder wil ik alleen... Dus wil ik graag Tim Wagenmakers aankondigen, onze Bali-redacteur die het debat zal voorzitten en heeft voorbereid en heeft samengesteld. En natuurlijk de twee raadsleden en de wethouder die hier vanavond zijn. En u van harte welkom heten. Veel plezier allemaal. Ja, goedenavond iedereen. Hartelijk welkom. Welkom in de Bali. Welkom bij het tweede deel van de 1-op-1 debatten. Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar volgens mij is de campagne deze week losgebarst. Afgelopen maandag hadden wij een debat tussen Rutger Groot-Wassink van GroenLinks en Annabel Nanninga van Forum voor Democratie. We hadden een debat tussen Diederik Boomsma van het CDA en Erik van den Burg van de VVD. En op woensdag kruisten alle lijsttrekkers hun degens met elkaar op het Calvijncollege in een debat van het AT5 en het Parool. Dus we kunnen wel zeggen, het is richting het einde van januari, maar we zijn begonnen. En dat is misschien ook wel mooi, want we hebben een hoop te bespreken in Amsterdam, denk ik. Er zijn belangrijke dingen die we moeten bespreken. Wat willen we met de stad? Voor wie is de stad? Wat doen we met onze woningmarkt? Wat doen we met ons zorgstelsel? Wat willen we met het onderwijs? Het zijn allemaal onderwerpen die we moeten bespreken. En vervolgens is het natuurlijk aan u om dan op 21 maart, wat nog ver weg is, maar zoals vaak met dingen in het leven, dingen die ver weg lijken, komen razendsnel dichterbij. Dus op 21 maart moet u uw keuze maken aan wie u dan uw stem toevertrouwt. En vanavond zullen dus drie partijen proberen u te overtuigen dat uw stem het best aan hun kan worden toevertrouwd. En dat gaan we doen via dus één 1-op-1 debat. Dat zal zijn tussen de SP, Laurens Ivens, en D66, Reinier van Danzig. Reinier van Danzig heeft de eerste punten van de dag al gescoord. Als we het hebben over voorspellende gaven, want ik zag op Twitter dat u 2-0 Ajax Feyenoord al op donderdag, die is binnen. Nou, dan is die alvast gescoord. Die gunde ik u dan. En we gaan het dan onder meer hebben over de woningmarkt. Zo'n thema dat vaak terugkomt. En we gaan het hebben ook over de stad als internationale stad. In hoeverre moet Amsterdam internationaliseren? Of is daar ook een rem op? Dat debat duurt 30 minuten. En daarvoor hebben we dus geen debat tussen PvdA en DENK. Maar wel een gesprek met Marjolein Moorman van de PvdA. Waar we zometeen mee gaan beginnen. Voor u is er ook een rol weggelegd, want tussen het debat en tussen het vraaggesprek en na afloop van het 1-op-1 debat is er ruimte voor 10 minuten vragen. En een vraag kenmerkt zich door een vraagteken en is geen betoog.
En dat zeg ik er toch even bij, omdat ik het zo fijn zou vinden als we in die 10 minuten zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. Dus als u nou een goede vraag voorbereidt die inhoudelijk gaat over een punt dat u gehoord heeft, of iets toevoegt over een onderwerp wat u nog niet gehoord heeft, dan kunnen we misschien niet 2, maar 4 à 5 vragen doen. En we hebben een grote zaal, dus dan kunnen we zoveel mogelijk mensen aan het woord laten. Tot slot, sommigen van u zullen vast al weten op wie u gaat stemmen en anderen zullen nog twijfelen. En het is een debat, dus u zult dingen horen waar u het niet mee eens bent, hoop ik, anders is het niet gelukt. En ik hoop ook dat u dat aan kunt. Dus eigenlijk mijn verzoek is om de lijsttrekkers de kans te geven om hun verhaal te houden in de tijd die we daarvoor reserveren. En dan kom ik daarna naar u toe. En het is goede traditie dat lijsttrekkers nog even blijven hangen aan de bar. Dus ik hoop dat ze dat zeker vanavond ook doen. Dan kunt u altijd nog niet beantwoorde vragen daar beantwoorden. Dat was de strenge intro. En dan gaan we nu snel beginnen. En ik wil heel graag naar voren vragen en geef haar een warm applaus. Ze was universitair, nee ze is trouwens, universitair hoofddocent communicatiewetenschap aan de UvA. Ze zit sinds 2010 in de gemeenteraad, waar ze 2 jaar later fractievoorzitter werd. Sinds deze verkiezingen is ze fractievoorzitter. Ze won de interne lijsttrekkersverkiezingen. Geef haar een warm applaus. Marjolein Moorman. Ja, Marjolein Moorman, het is een beetje gek om hier nu te staan zonder debatopponent. Ja. En mijn rol, nou, ik ga niet denk na doen, maar ik ga toch proberen om u af en toe kritisch te vragen. Dan kan ik jou niet vragen, maar wat is dan jouw idee? Nee, dat is de enige disclaimer die we dan moeten houden, want dat is niet zo relevant. Maar u heeft zich wel voorbereid op een debat met Denk. Dus kunt u iets zeggen over waar u nou benieuwd naar was in dat gesprek wat u dan had gevoerd? Nou, ik vind het echt heel erg jammer dat, Mourad de Mounti er niet is. Ik wens hem heel veel beterschap. Maar ik keek er ook wel ontzettend naar uit. Want ik was echt nieuwsgierig van wat zijn nou zijn plannen en zijn ideeën voor Amsterdam. Denk doet hier mee en heeft zichzelf ook gepresenteerd als we gaan 5 à 6 zetels halen. Ja. Maar ondertussen heb ik nog geen verkiezingsprogramma van Denk gezien. En heb ik ook nog niet zo heel veel gehoord over allerlei thema's als onderwijs of wonen. Waar ik toch wel heel nieuwsgierig naar ben hoe Denk daarin staat. Ja. En dat had ik heel graag vanavond gehoord. En helaas, ja. Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je ziek bent. Ik wil er zo meteen nog even over door. Want Denk is, bleek ook uit de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, populair in gedeelte van de stad. Die parkeer ik even voor zo. Want ik wil voordat we in die onderwerpen duiken eerst even proeven hoe de PvdA nou in deze verkiezingen staat. Hè? Want uiteindelijk gaan mensen op u stemmen en die willen dan ook weten wat er daarmee gebeurt. U heeft hier in oktober ook een linkspact gesloten met de SP en met GroenLinks. En, in deze zaal was het. In deze zaal, ja. En daarbij zeiden jullie tegen elkaar, we willen elkaar vasthouden als we meerderheid hebben om een coalitie te gaan vormen. Maar GroenLinks ging daarbij nog verder en die zei, zelfs als jullie geen meerderheid halen, dan alsnog wil ik die partijen vasthouden en kijken of we een andere partij erbij kunnen zoeken. Hoe staat u daarin? Nou, het begint erbij dat ik het ontzettend belangrijk vind dat we dat pact hebben en dat we die samenwerking met elkaar hebben gevonden. Mm-hmm. Omdat je ziet, zeker met de enorme rechtse regering die we op dit moment hebben, die echt niet veel goeds voor heeft met Amsterdam, dat het ontzettend belangrijk is dat we hier tegenwicht gaan bieden in Amsterdam. En dat doen wij met partijen die dezelfde ideeën hebben als bijvoorbeeld de woningmarkt. Nou, er komt zo meteen een debat tussen Reinier en Lauwens. Ik ben er heel erg, kijk er heel erg naar uit. Ik hoor dat heel erg graag. Ja, maar dus ik ben heel blij dat je dan ook aan de voorkant zegt, wij willen heel graag daar met elkaar samenwerken. Maar de vraag is dan, wat komt er aan de achterkant uit? Nou, ik hoop heel erg dat wij met elkaar meerderheid halen. Ja. En dan zijn we er denk ik heel erg snel uit met elkaar. En, is en ik denk dat u... zeker, en dat heb ik ook hier in deze zaal gezegd, op het moment dat die verkiezingen zijn geweest, we moeten natuurlijk, dat is democratie, we moeten altijd de uitslag afwachten. Zeker. Maar dan weet ik zeker dat we met elkaar gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen, want wat mij betreft gaan we een zo'n links mogelijke coalitie vormen. Maar is het een optie dat u een coalitie aan een meerderheid helpt met de PvdA, waar niet ook GroenLinks en ook SP in zit? Nou, dan moeten we eerst echt afwachten wat de uitslag van de verkiezing is. En nogmaals, ik wil een zo links mogelijke coalitie. Ja. En ja, dat doe je dan natuurlijk met partijen die op heel veel gebieden lijken op wat je zelf ook wil. En zeker in een tijd. Het gaat op dit moment in heel veel opzichten ontzettend goed met Amsterdam, maar voor heel veel Amsterdammers niet. En dat zie je bijvoorbeeld terug op de woningmarkt, waar de huizenprijzen echt pan aan het uitreizen zijn. Dat eigenlijk alleen nog maar een woning kan vinden als je een enorme zak met geld hebt. Dat beleggers de hele huizenmarkt opkopen. Ja. En als we nu niet gaan bijsturen,
dan gaat het gewoon echt de verkeerde kant op. Dan wordt Amsterdam een heel ander soort stad. Dan wordt Amsterdam een soort Londen aan de Amstel. En dat wil ik voorkomen. En dan doe je dus alles om te zorgen dat dat niet zo is. En dan doe je dat met partijen die daarin dezelfde soort ideeën hebben. En je ziet dat VVD en D66 een hele andere kant op willen. En die vinden het prima dat beleggers en Airbnb... Maar u zegt daar wel bij, om dit punt even af te sluiten. Ja. Ik hoor u niet zeggen, we doen het zo en anders niet. U zegt, als we naar de kiezer hebben geluisterd, is er ook een optie dat er een nieuwe situatie ontstaat waarbij we laat ik het zo zeggen, ik zou heel graag samen met GroenLinks en de SP een coalitie vormen. Maar daar heb je natuurlijk wel meerderheid voor nodig. Precies, dus als die er niet is, dan verandert de situatie. Ja, maar dat is democratie. Dan wil ik nog even terug naar DENK, want ik vind dat toch interessant. Hè? Er zijn veel mensen die zeggen, DENK is voortgekomen eigenlijk uit de achterban van de PvdA. Nou ja, de Tweede Kamerleden sowieso. Zeker. Ze hebben 31.000 stemmen in de stad gehad en waren in Nieuw-West de grootste. Baart dat u zorgen dat toch een groot gedeelte van die natuurlijke achterban naar DENK is gegaan? Nou ja, de vraag is natuurlijk, waarom stemmen ze op DENK? Wat is uw antwoord erop? Daar zijn denk ik verschillen in. Dus sommige DENK-stemmers zijn misschien wat conservatiever. Want je ziet wel, ideologisch komen ze natuurlijk voort uit de PvdA. Maar ze kiezen wel een wat conservatievere richting als het bijvoorbeeld gaat over mensenrechten. Nou, kan me voorstellen dat je dan misschien op DENK stemt. Er zijn ook heel veel mensen die stemmen op DENK omdat ze het gevoel hebben dat ze dat moeten doen, omdat ze zich uitgesloten of gediscrimineerd voelen. Ja, dat vind ik een grote zorg. Niet zozeer omdat ze op DENK stemmen, maar omdat ze zich uitgesloten en gediscrimineerd voelen. En wat kunt u eraan doen om die mensen weer naar u toe te trekken, naar uw oplossingen daarvoor? Nou, ik denk dat wij traditioneel al heel erg lang, sinds de oprichting van de PvdA, strijden juist voor verheffing en voor gelijke rechten voor iedereen. En dat gaat over uitsluiting en discriminatie altijd tegengaan. Dat doen wij ook altijd. Maar het gaat ook over klassieke verheffing. Onderwijs. Als je bekijkt in onderwijs hoeveel achterstand er eigenlijk nog is voor heel veel kinderen met een niet-westerse achtergrond, dan denk ik, er is nog enorm veel te winnen. Hetzelfde zie je op de arbeidsmarkt. Er is nog steeds heel veel arbeidsdiscriminatie. Daar is nog enorm veel te winnen. Daar hebben we ons natuurlijk ook altijd heel hard voor ingezet. Maar dat is nog niet klaar. En als ik meneer Tajmunti dan hoor en hij zegt, ja, het is die laatste stap van integratie. En dat is acceptatie. Daar ben ik heel erg met hem eens. Maar het is nog veel meer dan acceptatie. Het is veel meer dan acceptatie. U zegt, de integratie is niet af of gelukt nu in Amsterdam. Nou, daar is heel veel goed gegaan. Hè? Want je ziet ook dat het met de tweede generatie heel veel beter gaat dan met de eerste generatie. Als je bijvoorbeeld bij de eerste generatie kijkt, armoedecijfers bijvoorbeeld, dan zie je dat bijna 60% van Amsterdammers met een Marokkaanse of een Turkse achtergrond zit onder de 120% wettelijk minimumloon, zit onder de armoedegrens. Dat is heel erg. En dan zie je voor een nieuwe generatie dat het al veel beter is. Maar dan nog zie ik dat 1/3 van de kinderen met een Marokkaanse achtergrond in armoede opgroeit. Nou, dat zijn dingen waar je je dus enorm voor moet blijven inzetten. En dat heeft de PvdA klassiek altijd gedaan. Maar dat zullen we moeten blijven doen. En ik ga ervan uit dat DENK dat ook vindt. Ik ben wel benieuwd of ze nog andere dingen vinden. Ik hoor ze veel over bijvoorbeeld het meldpunt discriminatie. Nou, dat is ook heel belangrijk. Zou u voorstander zijn van zo'n racisme-register dat bij de overheid bijhoudt? Dat is een van hun voorstellen. Dat is precies wat ik wilde aangeven. Dat meldpunt discriminatie Amsterdam. Daarvan hebben wij gezegd, er moet bijvoorbeeld ook geregistreerd worden op moslimdiscriminatie. Want we zien dat enorm toenemen. Antisemitisme wordt wel apart geregistreerd. Moslimdiscriminatie nog niet. Terwijl we weten dat een heel groot deel van de mensen die wordt uitgesloten of gediscrimineerd op afkomst of geloof, dat het gaat over moslimdiscriminatie. Dus ja, tuurlijk moet je dat dan registreren. We hebben ook gezegd, er moet veel meer geld naartoe. Ja. Dus het zijn juist allemaal thema's die heel erg passen bij de PvdA, waar we juist zeker in Amsterdam altijd pal voor hebben gestaan. Ja. Wij staan pal voor die rechten voor iedereen. Ik wil dan even naar dat onderwerp waar we het over wilden hebben, namelijk kansengelijkheid in het onderwijs. Ja. En u bent daar, u vindt dat een belangrijk onderwerp. En u wilt, las ik, de beste scholen op de moeilijkste plekken. Dat is eigenlijk in het kort wat u... Dat zei Eberhard van der Laan toen hij het Calvijn College in Nieuw-West opende. Het is een prachtig gebouw. En ik weet nog, toen ik 2 jaar geleden daar bij de opening rondliep en werd rondgeleid door de leerlingen van het Calvijn College, wat dat voor een impact heeft.
zoveel trots in die ogen. Dat er zo geïnvesteerd werd in hun. Ja. En dat doet wat met kinderen. Dat doet wat met leerlingen. Daarmee zie je gewoon dat ze in mijn toekomst wordt geïnvesteerd. En Eberhard dus zei toen inderdaad, lukt. Toen hij de school opende, dit is zoals onderwijs eruit moet zien. Hm. Hè? De mooiste school op de moeilijkste plek. Dat is wat je moet doen. En dat vind ik ook echt. Als je deze afgelopen periode heel veel geld uitgegeven aan onderwijs. En dat is goed, hè? Dat hebben we ook altijd gesteund. Maar als je dan kijkt waar het aan uit is gegeven, ja, dan maak ik me daar wel zorgen over. Als er gewoon tientallen miljoenen naar internationaal onderwijs gaan, waar het begint met 21... Maar goed, er is ook geld vrijgemaakt om leraren aan coaching te laten doen, om extra stimulans te krijgen, om meer vrijheid te krijgen. Volgens mij was het idee, daar ben ik er wel benieuwd naar, het idee was, Asscher heeft alle scholen toen met zijn plan de zwakke scholen geprobeerd. Hij is eigenlijk op de achterbank gaan zitten van die school om die te verbeteren. En toen heeft het vorige college gezegd, wij gaan zorgen dat leraren weer zelf meer invulling kunnen geven aan die scholen. Is dat niet een hele goede manier om vervolgens dat beleid voor te zetten? Ik kom daarop terug, maar laat ik eerst mijn andere punt even afmaken. Want ik vind dat wel essentieel, want het zijn de keuzes die je maakt. Dus als je tientallen miljoenen uitgeeft aan internationaal onderwijs, waar maar 1% van de Amsterdamse kinderen naartoe gaat, en alleen maar de kinderen wiens ouders bereid zijn om 21.000 euro of meer per jaar te betalen als ouderbijdrage, dan vind ik dat je niet de goede keuze maakt. Oké, helder. En dan zeg je niet, er moet geen internationaal onderwijs zijn. Tuurlijk moet dat, maar het kan ook minder. Ja. En over, als we het gaan hebben over de kwaliteit van onderwijs, tuurlijk moeten we investeren in leraren. Zeker nu er een enorm tekort is aan leraren. En dat is in Amsterdam gigantisch. Maar dan zie je wel dat het tekort met name daar is, op die scholen, waar het zwaarst is om les te geven. Omdat de kinderen het minste meekrijgen van thuis. En daar is de werklast heel erg hoog. Hè? En dus de werkdruk hoog. Dus daar zie je veel meer ziekte. Daar zie je veel meer uitval. En het lerarentekort vindt dus met name daar plaats. Ja, dan is het niet logisch om dat geld zomaar een beetje uit te strooien van iedereen. Want het gevaar is dan, kijk, onderwijs moet een grote gelijkmaker zijn. Dat is waar onderwijs over gaat. De gelijkmaker in uitkomst voor of in iedereen. Kansen? In kansen. Okay. In kansen dat iedereen, elk kind, uiteindelijk gelijke kans krijgt. Maar als je het gewoon maar uitstrooit, dan is het een ongelijkmaker. Ik wil dat er daar geïnvesteerd wordt, waar het hardst nodig is, zodat elk kind in Amsterdam ervan uit kan gaan dat je inderdaad de beste kansen krijgt. Ik wil dan een bruggetje maken naar het postcodebeleid wat we nu hebben. Hè? Ja. Dus ouders die moeten, die krijgen voorrang op de buurt waar ze wonen. Waardoor eigenlijk, er is een groep vrije schoolkeuze Amsterdam, die zegt eigenlijk is dat niet eerlijk. Want ik wil mijn kind overal in Amsterdam naar school kunnen sturen en dat kan niet. Als u het nou heeft over zwakke scholen beter maken, dan is dat ook een gelijkmaker. Want ook wellicht zwakke scholen worden daarmee opgevuld. Maar dat is precies wat ik bedoel. Hè? Dus we hebben de pijnlijke waarheid, en ik vind dat echt pijnlijk, is dat we in Amsterdam zien dat de scholen veel minder gemengd zijn dan de buurten. Ja, dus er is een veel grotere schoolsegregatie dan dat je in een buurtsegregatie. In welke buurten is dat? Alle buurten. Dus, in alle buurten. Dus er is gewoon onderzoek gedaan door ons onderzoeksbureau OES. En die laat zien dat 40% van de Amsterdamse basisscholen en zelfs maar 1 op de 8 middelbare scholen goed gemengd is. Dus 40% heeft helemaal geen goede afspiegeling en 1 op de 8 middelbare scholen is een goede afspiegeling. De kinderen gaan dus in de stad niet met elkaar naar school. Nou, hoe los je dat nou op? Door te investeren daar waar het hardst nodig is voor kwalitatief goed onderwijs, zodat het dus eigenlijk helemaal niet uitmaakt naar welke school je gaat. Want de pijnlijke waarheid is dat de kinderen die weinig meekrijgen van thuis, die daarmee dus eigenlijk al minder kansrijk zijn, vaak op scholen zitten waar ook minder kansen geboden worden. Waar het moeilijker is met de kwaliteit. Waar bijvoorbeeld meer uitval is van de leraren. Nou, en daarmee wordt het inderdaad steeds ongelijker. En ik snap best dat je als ouder de beste school kiest. Natuurlijk, want iedereen wil het allerbeste. Ja, want het kind is niet een middel om... Tuurlijk, en daar mag je dus ook nooit in gaan sturen. Je wil voor je kind goed onderwijs en fijne vrienden. Die keuze die moet ook altijd vrij zijn. Ik ben echt voor keuzevrijheid. Maar ik ben echt volstrekt van overtuigd dat de meeste Amsterdamse ouders ook een goede gemengde school willen. Wat gewoon een mooie afspiegeling is van de buurt. Nou, en hoe krijgt het nou voor elkaar? Door te zorgen dat die kwaliteit overal gelijk is. Want dan maakt het dus niet uit waar je naar school gaat. En hoe ziet u dat dan
als u kijkt naar bijvoorbeeld hoe het nu gaat met dingen die niet meer besproken kunnen worden op scholen. Ik noem het maandag ook al even. Er is een onderzoek van Duo dat zei dat op scholen steeds moeilijker wordt. En vooral in moeilijke buurten om bijvoorbeeld onderwerpen als de Holocaust te bespreken. Of conflicten in Israël of Palestina. Wat vindt u nou dat de politiek of u als PvdA daaraan zou kunnen doen om die onderwerpen wel bespreekbaar te maken? Nou, het begint ermee dat je echt moet zeggen, het moet overal bespreekbaar zijn. Als je het op school niet bespreekt, dan is de kans heel klein dat je dat later in het leven nog makkelijk gaat doen. Ik heb een aantal jaar geleden samen met mijn collega Maarten Porter de moeilijke vragentour gedaan. Dan gingen we langs scholen en dan gingen we bijvoorbeeld in de school in Nieuw-West vroegen we, hoe kijken jullie aan tegen homogeweld en homodiscriminatie? En dan zag je dat het heel moeilijk was. En dat er ook dingen gezegd werden in de klas waar mijn maag van omdraaide. We stelden bijvoorbeeld de vraag, stel je voor dat jouw klasgenoot homo is. Zou je daar dan nog een vriend mee kunnen zijn? En dan waren de meeste kinderen zeiden, nee, dat kan ik niet. Ja. Dat vond ik verschrikkelijk. Maar ik ging daarna naar de directeur. Ik zei, hoe kan het nou dat hier zo moeilijk over gesproken kan worden binnen deze klas? Want er was één meisje die zei, hoezo? Hoezo kan het? Die was heel dapper. Ja. Die zei, hoezo zou je er niet bevriend mee kunnen zijn? En toen werd die discussie heel goed met elkaar gevoerd. En zag je ook wel dat een aantal leerlingen er anders over na gingen denken. Maar er was dus nog nooit met elkaar over gesproken. Toen zei die directeur, ja, ik vind dat moeilijk, ik vind dat ingewikkeld. En we moeten toch vooral ons bezighouden met wat ze op school moeten leren. Ik zei, ja, maar dit moet je ook op school leren. Ja. Op school leer je niet alleen hele goede cognitieve vaardigheden. Op school leer je ook met elkaar samenleven. Dus ik vind heel erg dat wij die moeilijke gesprekken ook op school moeten voeren. En daar moeten we ook leraren in ondersteunen om dat te kunnen doen. Want moet de overheid in stimuleren. Ook spannend. Ja. Het is ook spannend om voor zo'n klas te staan als dat soort gevoelens daar leven. Het vliegt voorbij en ik wil zo ook naar de zaal toe voor vragen. Ik wil nog één ding vragen, want als we het hebben over kansen, dit is een heel raar bruggetje. maar je zou ook kunnen zeggen dat iedereen evenveel kansen moet hebben om op de woningmarkt te komen. Ja. Nou is het zo dat uw linkse pactgenoot, de SP, die is voor een Amsterdam voor Amsterdammers plan, waarbij Amsterdammers voorrang kunnen krijgen op de woningmarkt. Vindt u dat een goed idee? Ik ben niet voor een voorrang alleen maar voor Amsterdammers. Ik vind ook echt haak staan op wat Amsterdam is. Amsterdam is bijna 750 jaar en is altijd een aankomstplek geweest voor mensen die zich hier willen ontwikkelen. Een emancipatiemachine. Je wil juist uit de provincie naar Amsterdam komen, omdat je hier de vrijheid vindt en je hier wil ontwikkelen. Dus ik ben het er niet voor dat Amsterdam alleen nog maar voor Amsterdammers is. Waar ik wel voor ben, is dat als je hier in Amsterdam een huis koopt, dat je dan ook verbonden bent aan Amsterdam. En niet alleen maar hier een huis koopt om ontzettend veel geld te verdienen, terwijl je jezelf hier helemaal niet vestigt. Een woonplicht, is dat dan een oplossing? Wat ik zou willen, is dat je of maatschappelijk of economisch. Vroeger hadden we een huisvestingsvergunning. Ja. Ik zou heel graag die huisvestingsvergunning gewoon weer introduceren. Waarom? Omdat je nu ziet dat de Amsterdamse huizenmarkt ontzettend lucratief is voor beleggers. Je ziet, de Europese rente is heel erg laag. Vermogen zoekt een plek. En waar is die plek? Dat is Amsterdam, omdat het enorm rendeert. Dus als je een Amsterdamse huis koopt. En laatst, ik heb deze week een hoorzitting georganiseerd over de impact van beleggers. En toen zei een van de sprekers, een Amsterdams huis verdient meer dan een Amsterdammer. Dat is ook zo. Een Amsterdams huis verdient per jaar meer dan een Amsterdammer. Omdat die huizenprijzen gigantisch de pan uitreizen. Ja, dat wil ik niet. Waarom wil ik dat niet? Omdat inderdaad Amsterdammers, mijn eigen kinderen, jouw kinderen later, geen huis kunnen vinden. Maar ook mensen die hier van buiten naartoe komen. Ik wil dat Amsterdam een stad blijft waar je kan wonen. En dat niet een Londen aan de Amstel wordt. Ik was gisteren, misschien dat is misschien nog wel leuk om te zeggen, want ik was gisteren bij een nieuwjaarsreceptie van D66. Ja. En toen zei Reinier van Danzig, ja, Marjolein die komt zelf ook niet uit Amsterdam. Dat klopt, ik kom uit Wassenaar. En daarvan zei Reinier, ja, jullie weten dat wel, dat is zo'n miljoenendorpje. Dat weet ik inderdaad ook. Overigens woonde ik gewoon in een doodnormaal huurhuis. Maar goed, maar ik kwam juist naar Amsterdam omdat ik weg wilde uit dat liberale dorp. Ja. Ik wilde niet, dus en dan wil ik niet dat Amsterdam een soort Wassenaar aan de Amstel wordt. Oké, en dan tot slot, voor ik naar de zaal ga, wil ik van u één concrete maatregel, want we kunnen niet de hele woningmarktdiscussie nu in die minuut die we nog hebben doen, maar ben ik wel benieuwd naar één concrete maatregel waarmee u dan die macht van die belegger gaat beteugelen op de woningmarkt. Want u zegt wat u wilt,
Maar hoe gaat u dat dan doen als het gaat om beleggers die volgens u niet in zulke mate huizen zouden moeten opkopen in de binnenstad? Er is niet één ding. Was er maar één ding, want dan zou ik die knop nu indrukken en dan was het voorbij. Je moet heel veel doen, maar die huisvestingsvergunning is er zeker één. Je moet ook kijken hoeveel huizen beleggers mogen opkopen. Er zit best wel wat goede beleggers tussen, hoor, die ook voor redelijke prijzen verhuren. Maar al die rotte appels die moeten eruit. En ik wil heel graag een Amsterdamwet. Dus ik wil heel graag dat ze ook in Den Haag regelen dat de Amsterdamse woningmarkt wordt beschermd. Dat gebeurt nu ook al met de Wadden. Ja. En waarom zouden we het dan ook niet voor Amsterdam doen? Amsterdam is ook uniek, net zoals dat de Wadden dat ook zijn. Nou, we hebben op 9 februari hier een landelijk lijsttrekkersdebat. Misschien kunnen we het Komt ze dan het vast langs. Vragen. We hebben tijd voor een paar vragen uit het publiek. Zijn er mensen die zeggen, dit wil ik nou heel graag weten van de Partij van de Arbeid? Oh. Er helemaal niks voor het licht. Ho, sorry. Het is maar water. Ik wees naar die mevrouw. Ja. Even kijken hoor, dan kom ik even zo. Ja. Dat ging over de moeilijke vragen agenderen op bepaalde scholen. En ik ben het helemaal met u eens dat dat een ding is. Maar ik miste wel een beetje van, u ligt er niet helemaal toe hoe u dat dan denkt te gaan doen. En zeker ook hoe dat vanuit de gemeenteraad moet gaan gebeuren. Want dit is toch wel vooral het domein van de Rijksoverheid. En de scholen inderdaad. Vooral de scholen. Welke rol ziet u voor de gemeente daarin? Nou ja, natuurlijk is het domein van de scholen, maar ik vind niet dat je het alleen maar bij scholen moet laten. Zeker niet als ik dus merk, als ik op zo'n school ben, dat het gewoon helemaal niet besproken wordt. Dan vind ik dat als overheid ook wel een taak hebben om samen met de school te kijken hoe het dan kan. Er is een heel goed rapport geschreven door Margaliet Kleiwecht. Ik weet niet of u dat heeft gelezen, maar in dat rapport wordt aangegeven dat het heel erg helpt om netwerken te maken van leraren die er met elkaar over kunnen praten hoe ze dat aan kunnen pakken. He, dus hoe je dat gesprek met kan voeren. Sommige leraren vinden dat misschien heel erg ingewikkeld. Maar misschien is er wel een leraar wiskunde die dat helemaal niet zo ingewikkeld vindt. En de gemeente geeft dan met elkaar geld over, of faciliteer dat dat gedaan wordt. Ook schooloverstijgend. Het hoeft helemaal niet alleen maar. Maar ik vind ook dat je de norm moet stellen. Ik vind ook dat je moet zeggen, wij willen dat dit soort gesprekken op alle Amsterdamse scholen kunnen plaatsvinden. We hebben hier nog twee vragen en dat klopt ook precies. Dus hoi Marjolein, ik ben Sjoerd. Hi Sjoerd. Hi, ik moet nu een school uit gaan kiezen voor mijn zoontje, want die is 2,5. Dus volgend jaar mag ik een school uitkiezen. En hij groeit op in een regenbooggezin in Nieuw-West. En ik vind het zelf heel erg belangrijk om dan een school uit te kunnen kiezen. Wat is een regenbooggezin? Regenbooggezin, dus hij heeft meerdere vaders en meerdere moeders. Dan is het, ja, en ik vind het heel belangrijk dat we een school uitkiezen die goed bij hem past. Alleen door postcodebeleid kan dat niet, want ik zou het heel mooi vinden als hij naar een school zou kunnen waar meer regenboogkinderen naartoe gaan. Hoe staat u hierin? Want dat postcodebeleid belemmert de ontwikkeling van mijn zoontje wel. Dat is eigenlijk toch weer die vraag over keuzevrijheid, hè? Ja, nou en ten eerste, ik heb zelf twee dochters en ik kan me enorm in verplaatsen hoe stressvol het is als je inderdaad een school uitzoekt. Want je kind zit daar wel heel lang en je wil dat het gewoon een fijne, goede school is. Ik wil er ook nog wel even met je over doorpraten wat dan precies het probleem is. Want het postcodebeleid krijg je op 8 scholen voorrang. Dat betekent niet dat je al die andere 205 scholen dan niet meer mag kiezen, want dat mag nog steeds. En uiteindelijk hebben we maar 40 basisscholen in Amsterdam een wachtlijst. Dus al die andere scholen kan je nog steeds kiezen. Dus ik ben wel benieuwd waar het dan precies misgaat hier. Ik vind wel heel leuk wat je zegt. Ik wil heel graag dat mijn kind op een school komt waar ook meer regenbooggezinnen zijn. Maar ik denk dat je zou je willen dat jouw kind op een school komt waar alleen maar kinderen van regenbooggezinnen zitten. Nou ja, dat is een vraag aan Sjoerd. Maar ik denk, en als ik met ouders spreek, zeggen de meeste ouders, nee, ik wil gewoon een mooie doorsnee van Amsterdam. Ik wil dat het een afspiegeling is van Amsterdam. Kinderen uit regenbooggezinnen, kinderen met migrantenachtergrond, allerlei verschillende achtergronden. En juist dat postcodebeleid helpt daar heel erg bij. Zorgt ervoor dat kinderen in de buurt met elkaar in de buurt naar school gaan, elkaar daar ontmoeten en samen spelen. Ja, punt is helder. Hier de laatste vraag van deze ronde. Hoi Marjolein, ik wilde graag een vraag aan je stellen over de 21st century skills in het onderwijs. Communicatie, samenwerken, kritisch denken, maar met name over digitale geletterdheid. Want daar gaat de ontwikkeling in het onderwijs toch wel heel erg langzaam en is voor onze kinderen, denk ik, heel belangrijk. En zeker als je het hebt over ongelijkheid, denk ik dat dat ook een onderwerp is waarop we grote ongelijkheid ook zien. Omdat veel ouders, wat meer welvarende en hoogopgeleide ouders, dat
als het op school niet wordt aangeboden, gewoon thuis wel verzorgen voor hun kinderen. Kun jij iets vertellen over wat jullie visie daarop is en wat jullie daaraan willen doen, ook op dat gebied, om die ongelijkheid te verminderen? Ja, wat kan de gemeente daarin betekenen? Nou, ik ben het heel erg met je eens dat dat ook absoluut ontwikkeld moet worden. Gebeurt ook al op sommige scholen. Hè. Je ziet dat dat sommige scholen heel erg omarmd wordt, op andere scholen niet. En dat vind ik dan meteen ook wel weer een zorg. Hè, want ik ben heel erg voor de vrijheid van onderwijs en ook dat scholen het zelf mogen inrichten. Maar wat ik moeilijk vind, is op het moment dat bepaalde belangrijke vaardigheden aan het ene kind wel wordt meegegeven, aan het andere kind niet. Jij noemt daarin allerlei digitale geletterdheid bijvoorbeeld. Maar ik denk ook aan iets als Engels. Wat ik heel lastig vind, en ik heb dat ook vaak in de gemeenteraad gezegd, is dat er dan wordt gesproken over internationalisering van onderwijs. En dat er dan in een paar scholen enorm wordt geïnvesteerd. Terwijl op heel veel andere scholen het Engels helemaal niet goed wordt gegeven. Nou, en ik vind daar ontstaat ongelijkheid. En dat is ook een beetje in relatie tot de vraag die jij net stelde. Moet het onderwijs het zelf doen? Natuurlijk wel, want ik kan niet van bovenaf bepalen hoe het onderwijs eruit ziet. Maar je moet het onderwijs wel op aanspreken om te zorgen dat er gelijke kansen zijn. Ik vond het een mooi bruggetje, internationalisering. Want daar gaan we het nu ook zo meteen over hebben met D66 en SP. Ik wil je heel erg danken, ook voor je flexibiliteit. Dat je het aankon op mijn kruis vuur. maar volgens mij ging het prima. Geef er een warm applaus. Marjolein Moorman. Moet ik al zo nog terug op hun? Ja, ik ga even. Goed, laten we snel doorgaan. Vanaf 2006 is hij gemeenteraadslid voor de SP. In 2010 en 2014 was hij lijsttrekker voor de partij al. Dus hij is ondertussen gelouterd en gelauwerd misschien ook wel. Hij bracht de SP in het college met D66 en VVD. Nam zelf de portefeuille wonen op zich. En hij onderhandelde een deal met Airbnb en schroefde het aantal woningen flink op. In 2015 brak hij het bouwrecord. Geef hem een warm applaus. Laurens Evans. Die heel gezellig op rechts gaat staan. Ja, of links voor de kijker, hè? Ja, dat is slim. Ja, u bent beter in beeldregie dan ik. Reinier van Danzig is als kroegbaas onder meer verantwoordelijk voor de Vondeltuin. Hij versloeg in de interne lijsttrekkersverkiezingen dit jaar Abdulaheb Choho en Delia Timman. En is nu de lijsttrekker van D66. En hij hoopt D66 natuurlijk wederom de grootste te maken zoals ze dat ook in 2014 waren. Geef een warm applaus, Reinier van Danzig. Ja, het zal waarschijnlijk niet onverwacht zijn, maar ik wil met u ook even pingpongen over. Hè, wat gebeurt er nou met die stem als wij die aan u geven? En misschien om met u te beginnen. Niet belangrijk. Ja. Nee, dat lijkt me ook niet. Om met u te beginnen, meneer Van Danzig. Als u nou de grootste wordt, hè, waar u op hoopt natuurlijk. Mm-hmm. Dan is natuurlijk de prijs die iemand dan wint, dat hij het initiatief mag nemen. Welke kant gaan we nou eens opkijken? En als nou aan u ligt, ligt uw hart dan, gaat u dan eerst kijken bij het linkse pact? Of wilt u toch liever eerst richting de VVD kijken? Nou, weet je wat zo heerlijk is als D66'er? Wij zijn een echte middenpartij. En dat betekent dat je aan de linkerkant een socialistisch blok ziet en aan de rechterkant de VVD. Wij wachten de uitslag af. We hebben in dit college bewezen eigenlijk met iedereen goed samen te kunnen werken. Dus ik verheug me op een goede uitslag. En dan gaan we volgens mij samen gewoon het beste doen voor Amsterdam. Ja. Ik vraag me dan wel af of, want toen ik het lijsttrekkersdebat zag, had ik zo'n idee dat de coalitie misschien ook een beetje klaar was met elkaar. Heeft u het idee dat u nog wel degelijk op een constructieve manier kunt samenwerken met beide partijen? Nou ja, wat mij betreft wel. Kijk, het is campagnetijd en dan worden de messen altijd wat geslepen. Ik doe daar zelf liever niet aan mee, omdat ik denk dat Amsterdammers het meeste hebben aan het feit dat je uitlegt wat je met de stad wil en niet gaat konkelen over straat wat je misschien wel of niet in achterkamers hebt geregeld. Maar wat mij betreft was dit een mooie coalitie en laten Amsterdammers kiezen en dan bekijken we daarna wat weer het beste is van Amsterdam. Tot slot, want ik heb ook even geluisterd naar de nieuwjaarsreceptie. Alexander Pechtold, die zei daarover Sybrand Buma dat hij het echt heel raar vond dat de CDA bij de lokale politiek niet de PVV uitsloot. Nou is het zo dat wij in Amsterdam niet de PVV hebben. Mm-hmm. Maar sluit u partijen uit in Amsterdam? Nou, kijk. U weet waarschijnlijk wel dat ik op het forum doe. Dat is goed dat je dat zegt. Kijk, in,
Dat zie ik gewoon absoluut niet gebeuren. En waarom niet? Wij verschillen als dag en nacht. Wij sluiten als D66 overal één partij uit. Dat is de PVV. Daar kunnen we het niet mee. Dat zijn echt mensen die staan mijlen ver af van ons mensbeeld. Maar bij ons is iedereen gelijk. En bij de PVV gaat het vooral over hoe je zoveel mogelijk het land in brand steekt. En Forum voor Democratie gaat volgens mij in rap tempo die kant op. Maar aan de andere kant, ik heb nog geen partijprogramma gezien. Wie wilt het afwachten? Nou ja, volgens mij ben ik heel helder. We staan mijlen ver uit elkaar. Ik zie het niet gebeuren, maar op basis van 3 tweets dat soort dingen zeggen, dat is mijn te licht. Maar ik verheug me er absoluut niet op. Okay. Meneer Evans, ik ga u dan toch ook die vraag stellen over dat linkse pact. Die had u denk ik al ik dacht wel. Dat u de vraag ging stellen over als wij de grootste worden, wat kan er dan op? U gaat niet naar rechts, gok ik. Ik zal zeker naar rechts gaan. Vanuit de SP is het heel makkelijk, maar er is geen partij links van ons. Dus ik zal altijd naar rechts moeten kijken. Touché. Maar dan alsnog, u koos er 4 jaar geleden wel voor om links los te laten. Hè? Want u koos er toen voor om met D66 en de VVD in een coalitie te zitten. Ziet u een scenario voor zich waarbij u weer een, twee partijen aan de meerderheid helpt zonder dat PvdA of GroenLinks daarin zitten? Ik zie dat niet als een heel waarschijnlijk scenario. Ik zal net als 4 jaar geleden altijd proberen te kijken hoe krijg ik zoveel mogelijk verwezenlijkt van waar de SP voor staat. En het is niet voor niks dat we al een progressief pact hebben gesloten om te zeggen, ja, dit zijn 3 partijen die nu zeggen waar de keuzes waar Amsterdam voor staat, terwijl de stad veel drukker en duurder wordt, moet er een duidelijke keuze gemaakt worden. En die duidelijke keuze ligt volgens mij echt over links. Dus ik wil zoveel mogelijk van het SP-programma realiseren. En ik denk dat dat makkelijker is met GroenLinks en Partij van de Arbeid dan met D66 en VVD. Ja, maar toch is het dan, kijk, als ik dan naar al die debatten luister, dan staat er veel op het spel. Dan is het nu of nooit als het gaat om drukte, als het gaat om woningmarkt. En toch zegt u dat u nog wel degelijk kunt samenwerken met partijen die dus een hele andere kant op. Ik hoef niet hier te horen dat u ze uitsluit. Maar toch vraag ik me dan af, hoe principieel staat u erin dat u over links gaat? Maar even, ik sta er heel principieel in dat we de SP-programma's zoveel mogelijk moeten en willen verwezenlijken. En ik ben heel blij dat ik met D66 en VVD een bondgenoot vond in de strijd die ik mocht voeren op het woningmarkt. Tegen het kapitaal en tegen de regering mocht ik de strijd voeren. Daarin waren verrassend genoeg D66 en VVD bondgenoten. Als ik hun verkiezingsprogramma's lees, dan verwacht ik dat ze dat de volgende periode liever niet zijn. Maar ik ben op zoek naar bondgenoten, want ik wil wel door met deze strijd. Ja, en misschien dus ook met D66. Ook. Dat lijkt me niet de eerste keus, want ik zal vanaf SP naar rechts gaan kijken. Dan kom ik niet gelijk bij D66 uit. Dan twijfel ik soms, moet ik waar ik eerder uitkom, bij de VVD of bij D66. Want ze zijn stuivertje aan het wisselen. Oké, de eerste beschietingen zijn gedaan, ja? Nee, dat is geen beschieting, dat is een feit. Ik geloof dat D66 zich met dit programma redelijk probeert te concurreren met de VVD. En dat is prima, dat er op rechts ook een strijd is. Goed. Laten we dan eens beginnen met een onderwerp. Ja, en laten we beginnen met de woningmarkt. Een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen. Zeker. Het probleem is volgens mij gemeenteraad breed wel helder. Ik bedoel, woningen zijn te duur. De middenklasse komt in de knel. Maar hoe het nou zit met oplossingen, daar verschilt nogal de verschillende partijen nogal van. Misschien als ik met u nou begin, meneer Van Danzig. Waar moet het volgende stadsbestuur volgens u nou echt mee aan de slag? Nou, waar het voor ons heel erg om gaat, is dat we meer ruimte maken voor die middeninkomens. En dan in de hele stad. Dus niet alleen maar in nieuwbouwwijken, dat doen we nu ook al. Maar wat wij echt willen is dat als je meer dan 2150 euro netto verdient, dat je ook aanspraak mag maken op al die sociale woningen die in Amsterdam staan. Want de middeninkomen begint op 2150 euro netto. Dus als, dat samen, hè, en dat is als gezin, dus daar zit je al best wel snel op. En dan heb je ook echt niet, het is niet zo dat dan de gouden bergen onder je bank liggen. Dan ben je niet schathemeltje rijk, maar dan mag je in Amsterdam niet in een sociale huurwoning huren. En ik vind dat echt oneerlijk. Want dat zorgt dat er wijken zijn waar je of arm hebt of rijk, maar helemaal niks tussenin. En dat vind ik zorgelijk. Dus wat wij zeggen als wij, dat is echt onze inzet voor deze verkiezingen, is om die woningmarkt open te breken, om eerlijker te maken en middeninkomens ook een kans te geven in die sociale woning. Ja, dus de sociale huurgrens optrekken zodat de middeninkomens... Nou kijk, het ingewikkelde is, wij mogen dat in Amsterdam alleen maar doen door aan corporaties te vragen ook sociale woningen aan middeninkomens te verhuren.
We kunnen niet met die grens spelen. Dus ik ben echt voor Amsterdamse oplossingen. En dan zeg ik, we maken met corporaties de samenwerking om ook sociale huurwoningen aan middeninkomens te sturen. Ja. En dat is ook wel precies waar de Laurens en ik verschillen. We hebben het nu 4 jaar een beetje op de manier van de SP geprobeerd. We hebben gebouwd en dat gaat echt goed. Maar we zien in heel veel gebieden in de stad, bijvoorbeeld Amsterdam-Oost, maar ook gebieden in Amsterdam-Noord, dat het gewoon nog niet gemengd genoeg is. En dat vind ik doodzonde. Meneer Evans? Nou ja, ik vond het een interessante vraag die u stelde. Want ik ben het eigenlijk met het pleidooi van de heer Van Danzig voor een heel groot deel eens. Want Theo, ik ben het ermee eens dat ik ook graag wil dat die mensen die inderdaad 2150 euro of iets meer netto verdienen, dat die ook kunnen wonen in de stad. Ik vind dat ze dan ook een betaalbare huurwoning moeten hebben. Ik lees in uw programma dat u dan vooral woningen van 1100 euro wil bouwen. Dat is niet betaalbaar voor iemand, met dit inkomen. Maar ik zou dat heel graag willen. Voorheen hadden we daar sociale huurwoningen voor. Deze mensen mochten die woningen. Maar mede door het beleid wat D66 altijd van harte gesteund heeft, zien we dat die sociale huurwoningen fors snel achteruit gaan. Maar ook dat deze inkomensgroepen niet meer erin kunnen. Er is nog steeds zo'n 15% van de Amsterdamse woningmarkt die echt voor deze middengroepen betaalbare sociale woningen waar de middengroepen in kunnen. Ja, die 15%. Als die woningen vrijkomen, dan gaan ze naar de mensen met hoge inkomens. Dat is het liberaliseringsbeleid wat de afgelopen tijd gevoerd is. Geen goed idee heeft om sociale huurwoningen te verkopen? Volgens mij stelt niemand dat voor, want ik kan me dat niet voorstellen. Want sociale huurwoningen hebben we ook echt te weinig in de stad. Als we kijken naar dat er 40% van de woningvoorraad sociale corporatiewoningen zijn. Ja. En 50% van de mensen nog tot die 2150 euro verdient, dan zie je al dat het knelt. Dus we hebben ook een analyse gemaakt als stad. En die analyse, dat spreekt duidelijk uit. We hebben zowel die sociale huurwoningen hard nodig, als die woningen voor de mensen met een gemiddeld inkomen. U wilt nog reageren? Ja, ik wilde op die 1100 euro, maar ik reageer ook graag even op dat laatste punt. Want dit is natuurlijk wel de grote denkfout. Kijk, we hebben in Amsterdam 60% van de woningen. Dat is echt heel veel, waar je dus boven de 2150 euro niet in mag. En dat betekent dat mensen niet meer op een wachtlijst staan. Dat betekent dat als je je studentenhuis uitgaat, dat je de stad uitgaat. Dat als je samen gaat wonen, dat je de stad moet verlaten. Dat als je bijvoorbeeld een kind krijgt, dat je op zoek moet naar een huis in Purmerend, Almere en Diemen. En dat zorgt ervoor, ja, dat er meer mensen zijn met een laag inkomen die daar aanspraak op maken, omdat al die middeninkomens gewoon de stad uit zijn. Ja. En wat Laurens doet, dat is een beetje een trucje. Dat deed hij bij het vorige debat ook al. Dan zegt hij, ja, u heeft maximaal in uw programma 1100 euro staan. Dat klopt, omdat wij geloven dat een middeninkomen van 1 keer modaal tot 2 keer modaal gaat. Dus van 36.000 euro bruto tot 72.000 euro bruto. Maar wat wij zeggen, kijk, een leraar bijvoorbeeld. Neem nou een leraar, zo'n 2200 euro netto. Kijk, die moet natuurlijk beginnen in die 705 tot 900 euro. Als hij in zijn eentje woont, nu moet hij de stad uit. Wij zeggen, laat hem nou huren. Die kan dat betalen. En als je gaat samenwonen, dan kan je van 900 tot 1100 euro huren. Maar als je gaat samenwonen, heb je wel 2 inkomens. En dan verdien je meestal gewoon iets van 6000 bruto. Dat is ongeveer 4000 euro netto. Dan mag je best tussen de 1000 en 1100 euro betalen. Is overigens iets wat Laurens nu ook wil. Want op dit moment is het zo dat als je wil huren in de vrije sector, dat je 4 keer je inkomen moet betalen. Dus het past precies. Wat wij zeggen is betaalbare inkomens, huren voor mensen met dat inkomen van 2250 euro netto. En als je samen gaat wonen, kan je wat meer betalen, krijg je een extra kamer. En dan is het tot 1100 euro. Ik vind het wat vervelend dat u begint met de maat te nemen en begint over dat het dan een denkfout is. Het komt u nu uit. Het komt u nu uit, de feiten zoals ik ze presenteer. Maar ik vind het vooral, dit gaat, de SP kiest er echt voor, we willen betaalbaar wonen in de stad. En dat komt u niet uit. En dan hoeft u het niet gelijk een denkfout te noemen. Het komt u gewoon niet uit. Er zit hier gewoon een politiek duidelijk verschil in. Willen we dat deze stad voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen betaalbaar blijft, kunt u veilig SP stemmen. Wilt u vooral voor de hoge inkomens opkomen, stemt u dan vooral ook op D66. Maar dan is het geen denkfout. Los van de retoriek of het een denkfout is of niet, het punt is natuurlijk dat niet iedereen zijn inkomen gelijk blijft zijn hele leven. Mensen gaan meer verdienen. Klopt. Mensen willen een andere woning. Hoe gaat u zorgen dat die doorstroom goed verloopt voor mensen die dus, zoals Renier beschrijft, kijk, dat van is het grote maar dat is het hele punt. Kijk, ik wil niet wachten totdat die leraar uiteindelijk die partner gevonden heeft, zodat hij die 900 tot 1100 euro kan betalen. Die leraar woont lang meer in Amsterdam. Dat is wat de heer Van Danzig voorstelt. De heer Van Danzig houdt van flexibele contracten, dus onzekerheid waar je heen gaat. En aan het eind van die contractperiode, dan als je dan heel veel verdient, zodat je die 1100 euro kan betalen. Want even, D66 stelt in het programma voor dat die woningen aan partijen gegund worden, aan marktpartijen, die je dan een huur tussen de 700 en 1100 euro moeten vragen. Wat denkt u dat die marktpartij vraagt?
Ik denk 1100. Ik ben het met deze vrouw helemaal eens. Okay. Het wordt heel lastig. En heel lastig betaalbaar voor die alleenwonende leraar. Ik wil Reniera laten reageren. Ja, en ik ben ook trouwens bij allebei eigenlijk meer geïnteresseerd in wat u wilt. Ja. Dan dat u elkaars verkiezingsprogramma uitlegt. Dat vind ik prachtig. Ik zal nog één keer zeggen, Launus. Wij willen een eerlijk huur naar een eerlijk inkomen. In Amsterdam is wonen niet gratis. En wij willen dat er veel sociale huur is, die hebben we nu ook. We willen ook heel veel bouwen, maar we willen vooral dat de doorstroming op gang komt. En dat betekent dat die mensen, die 19-20% van de mensen die nu in een sociale huurwoning zitten, dat die in een middenhuurwoning kunnen huren. En dat betekent, een middenhuurwoning erbij is een sociale woning vrij, en dat vind ik belangrijk. En verder... Oké, maar dan... Dan wil ik aan u de vraag stellen, wat is voor u de ondergrens als het gaat om sociale huur in de gehele stad? Waar mag dat niet onderzakken dan? Nou, kijk, wij hebben eigenlijk die middenhuur en sociale huur, zeggen we allebei, dat is allebei beschermde huur. Die laten we niet aan de markt over, zoals Launus prachtig qua onzin verkondigd. Ja. Daar zeggen we echt van, daar gaan we de huur van reguleren. En wat mij betreft moet dat in Amsterdam altijd ver boven de 50% zijn. Daar zitten we nu ook. Dus wat wij vooral willen is die grote groep beschermde huizen voor veel meer mensen toegankelijk maken. En we willen het niet veel meer. En ik kan je ook vertellen waarom. Ik denk dat iedereen hier die in de gelegenheid is om een huisje te kopen, wel gemerkt heeft hoe ongelooflijk ingewikkeld dat geworden is in Amsterdam. En dat heeft gewoon, en dan kijk ik ook even naar meneer Evans, dat heeft gewoon te maken met vraag en aanbod. Als we zorgen dat er veel te weinig koopwoningen zijn, dan zijn gezinnen gewoon aan het vechten om die laatste koopwoningen. Dan gaat de prijs through the roof. Ja. En ik vind dat verschrikkelijk. Meneer Evans, er wordt toch enorm gebouwd? Ja, dit is klopt. Er wordt enorm gebouwd. Er worden bouwrecords gevestigd. En het is dan gek, want dit is de klassieke economische theorie. Als er maar veel meer gebouwd wordt, dan zakken de prijzen. Er is de afgelopen jaar record gebouwd. Maar zijn de prijzen gedaald? Nee, dus er is meer nodig dan alleen maar bouwen. Er is echt meer nodig. Dus we zullen echt heel veel moeten kiezen wat we bouwen. Daarom heeft dit college ook besloten dat er ook van de nieuwbouw 40% ook voor die mensen met een gemiddeld inkomen is. Maar ook 40% van de woningen van de nieuwbouw voor mensen met een laag inkomen. Plannen die u desastreus vindt, maar volgens mij de mensen met een laag of gemiddeld inkomen heel erg welkom vinden. Maar ze kunnen ook nog veel meer doen. We moeten ook kijken wat we met de koopmarkt kunnen. U stelde net even de vraag richting de Partij van de Arbeid. Die gaf al een antwoord, maar ik durf ook te zeggen, ik vind een zelfbewoningsplicht ook een voorstel waarbij je kan zeggen, oké, op die manier voorkomen we dat al die mensen die een woning willen kopen, woning kopen als u erin gaat wonen. Precies, op die manier kan je voorkomen dat mensen die een woning willen kopen, dat die daar een belegger even voor sorteert, eventjes 10.000 euro's overbiedt en uiteindelijk die woning toch weer voor de neus van die Amsterdammer verdwijnt. U mag erop reageren. Graag. Zelfs we hebben in ons verkiezingsprogramma, en daar ben ik erg blij mee, bij nieuwbouw inderdaad staan, dat je er moet gaan wonen. Ik denk dat het heel belangrijk is, wat wij ook zeggen, als wij bijvoorbeeld een nieuwe sociale huurwoning bouwen, dat je er ook een kan verkopen. En die gaat dan naar Amsterdammers. Dat staat gelukkig ook landelijk in de wet. Dat vind ik heel belangrijk. Maar ik wil wel even reageren op die koopwoning. Die gaat dan naar Amsterdammers? Ja, het is dan op dat moment zo dat corporaties mogen hem niet aan beleggers verkopen. Die moeten hem aan gezinnen verkopen. Amsterdammers of Amsterdammers van buiten. Hè? Mensen die Amsterdammer willen worden. Want ik maak daar niet heel graag een onderscheid in. Wat ik wel belangrijk vind, is dat we wel zorgen dat die koopmarkt ook weer op gang komt. Het is heel belangrijk dat je ook in Amsterdam een huisje kan kopen. En daarom heb ik die 40-40-20 voor de lange termijn echt desastreus genoemd voor Amsterdam. Er wordt dan te weinig gebouwd en ook veel te weinig koopwoningen. En dat betekent dat straks de sociale huur 14 jaar een wachtlijst heeft. Dat mensen die een middeninkomen hebben en willen huren gewoon de stad verlaten. En mensen die een huis willen kopen, schat hemeltje rijk moeten zijn. Dan doen we het echt verkeerd. Maar vertelt u mij nou eens even wat er nou goed... Kijk, elke Amsterdammer merkt dat het te duur wordt in onze stad. Dat een woning bijna niet te vinden is. Wat is er dan goed aan dat wij de goedkoopste woningen, dat we dat verminderen. Dus dat we minder sociale huurwoningen heen gaan. Het lijkt erop alsof u de partij bent van de wachtlijsten en van de huisjesmelkers in plaats van de mensen met een laag of gemiddeld inkomen. Nou, Laurens, wat het volgens mij is, en dit... ik zal het woord denkfout vermijden. Maar als je 2150 euro netto verdient, dan ben je gewoon niet heel rijk. Juist. En op dit moment zijn er 10 keer meer... Kom dan op voor die mensen. Nee, ik ga het even afmaken. Er zijn 10 keer meer sociale huurwoningen waar je onder de 2150 euro netto in mag wonen dan middenhuurwoningen. En ik vind dat we die pijn eerlijk moeten verdelen. Het is namelijk 60% sociaal, 6% Ja, maar niet 60%, 40% waar die middeninkomen in kunnen. Want u rekent telkens niet mee dat wij voorheen ook nog
sociale huurwoning hebben, waar mensen ook die leraar in kan. En daarom zou ik het zo mooi vinden, als u in plaats van alleen maar neer te leggen, op de rug te liggen van ja, dit is een probleem voor die middeninkomens, dat u met me meegaat om te zorgen dat we dat gesprek met uw minister ook aan kunnen gaan. En een venijnige opmerking. Die mag je riposteren en dan weer naar een ander onderwerp terugmaken, Tim. Want kijk, meneer Ivens is hier 4 jaar wethouder bouwen en wonen geweest. Die zat hier aan de knoppen. In uw coalitie. In ons coalitie, daar ben ik blij mee. We hebben een aantal mooie dingen, daar moeten we het misschien zo ook nog even over hebben. Want het was niet alleen maar strijd, zeker niet. Maar elke keer als we met Laurens, met meneer Ivens, het debat aangaan over hoe gaan we dit oplossen, dan wijst hij naar een lobbybrief. Dan zeggen we dat moeten we in Den Haag regelen. En ik zeg, Laurens, deze verkiezingen gaan om Amsterdam. Het gaat om Amsterdamse oplossingen en niet om maatregelen, vaag in Den Haag. Dat regelen we wel een keer. Het gaat om wat we hier willen. En hier durft D66 te kiezen. Oké, dan wil ik nog... Ik vind het wel heel opvallend wat de heer Van Dan zich zegt. Want hij zegt dus eigenlijk, wat ze in Den Haag doen, dat boeit niet. Ik ben benieuwd of dat om 9 februari ook gezegd wordt, als dat landelijke debat is. Maar u hoort mij een aantal voorstellen doen voor de Amsterdammers. De zelfbewoningsplicht, zoveel mogelijk, zo breed mogelijk inzetten. Voorkomen dat alle woningen maar verkamerd worden in meerdere units, zodat het alleen maar duurder wordt. Zorgen dat er veel meer middenwoningen gebouwd worden. Reageer dan op de voorstellen, want maar in plaats van dit blijft u hangen in het frame. Wij willen graag de middeninkomens blijven, u mag €1100 betalen. Ik denk dat mensen prima in staat zijn te horen wat ze erin willen horen. Ik wil eigenlijk vooral van meneer Van Danzig weten. Wat vindt u van bijvoorbeeld, als je nou kijkt naar die knoppen waar je aan kunt draaien, wat vindt u dan van zo'n Amsterdammer voor Amsterdammer woning? Wet. Die zegt dus eigenlijk, in het programma staat, van nieuwbouwwoningen per jaar willen we 5000 aan Amsterdammers met voorrang geven, toch? Ja. Nou, volgens mij staat er, ik heb het vandaag nog even teruggelezen, we gaan 5000 woningen bouwen en die zijn allemaal bestemd, sociale huur, middenhuur en koopwoningen, voor mensen die uit Amsterdam komen. En ik heb daar wel moeite mee, want voor mij, ik ben zelf Amsterdammer, voor mij was Amsterdam altijd een hele open stad. Iets waar je als student heen ging of waar je misschien een tijdje weer vandaan ging en weer terugkwam, waar je misschien wel heen ging zonder dat je een baan had om gewoon te denken, ik kom hier wonen. En dan vind ik het echt fout om in de hoofdstad van Nederland te zeggen, we willen een bindingsplicht of een Amsterdamwet, nota bene geïnspireerd op de vakantiehuisjes op Schiermonnikoog, om te zeggen, dat moet ons dan behoeden voor het feit dat Amsterdam Amsterdam niet meer is. Ik denk dat niet. We moeten ingrijpen in de woningmarkt en niet de slotgracht graven. Okay. Dat is een mooi bruggetje. Maar dat is een mooi bruggetje. Mag ik wel? Nou, ik denk dat u het gaat doen in uw volgende antwoord. Nu laten we een ander verkiezingsprogramma uitleggen, wat ik net niet richting de heer Van Danzig mocht. In het verkiezingsprogramma van de SP, inderdaad Amsterdam van Amsterdammers, kiezen wij er echt voor dat Amsterdammers wat te zeggen hebben. Dat betekent buurtreferenda invoeren. Dat betekent thuiszorg in handen van de Amsterdammers. Voor politieke partijen, dat betekent ook zorgen dat we naar alle scholen en onderwijs kunnen. Maar die woningbouw, die 5000 woningen, daar staat de eerste 5000 nieuwbouwwoningen. En ik hoor van... Is wel het enige ik hoor erin staat, de eerste 5000. De eerste 5000. Nou, ik ben blij om te weten. En daarmee, als we die 12.500 woningen gaan bouwen, zoals de heer Van Danzig hulde, fijn, 12.500 woningen, ook nog wat betekent dat er 5000 woningen daarvan inderdaad in eerste instantie naar Amsterdam is gaan. Meneer betekent Evens, dat minder dan een kwart van de woningen alleen naar Amsterdam is gaan. En u had geen moeite mee. U had er geen moeite mee om te zeggen, leraren eerst. Leraren voorrang. Ik ga u stoppen, wel moeite mee om te zeggen, ik wilde u naar uw eigen onderwerp stad brengen. Dat vind ik lastig. Ik wilde u naar uw eigen onderwerp brengen. En u had het nu van uw eigen onderwerp tijd af. Want u wilde het hebben over internationalisering van de stad. U wilde het hebben over expats, internationalisering. En u kijkt erop, want u vindt daar blijkbaar iets van. U vindt dat Amsterdam minder zich daarop moet richten. Kunt u daar heel kort iets over zeggen, zodat Reinier daarna op kan reageren? Nou, het zit hem hoofdzakelijk in dat je ziet dat inderdaad deze stad veel te duur is geworden. En het treft vooral de woningmarkt. Je ziet dat de afgelopen tijd de balans verstoord is geraakt in de internationalisering. Terwijl er zo'n 20.000 Amsterdammers naar het buitenland gaan om daar bijvoorbeeld aan het werk te gaan of te gaan wonen, is in 4 jaar tijd het aantal buitenlanders wat naar Amsterdam is gekomen, als kenniswerker vooral, van 20.000 naar 30.000 gestegen. En dat leidt ertoe dat je ziet, met name op de woningmarkt, dus ik zit nog heel dicht bij hetzelfde onderwerp, dat leidt ertoe dat je bij de woningmarkt ziet dat Amsterdam niet meer van de Amsterdammers is, maar Amsterdam van degene die het meeste geld kan betalen. En dat vind ik heel erg zorgelijk. Als u weet hoeveel reacties ik hoor van Amsterdammers die zeggen, ja, ik kan geen woning krijgen, ik woon 30, woon nog bij papa en mama op de zolder,
Ja. En ik kan geen woning krijgen. Maar ik zie wel dat mensen die veel geld meenemen, die woningen kunnen inpakken. Dan vind ik dat niet eerlijk. Okay, maar, dan vind ik dat niet uit te leggen. Maar dan wil ik u nog één ding vragen, dan ga ik naar u toe. Namelijk, welk beeld ligt daaronder van wat Amsterdam is? Is Amsterdam voor u een stad van Amsterdammers die voornamelijk Amsterdammers zijn? Of vindt u dat Amsterdam een plek is waar iedereen evenveel kansen moet krijgen, dus ook de mensen die van buiten komen? Ik vind dat niet het grote geld moet uitmaken wie hier in deze stad mag wonen. Ik vind dat wij moeten zorgen voor betaalbare woningen. Op dit moment zien wij, dat degenen die veel geld hebben, dat die deze stad heel makkelijk in kunnen. Dat heeft u net gezegd. En mensen met minder geld niet. Dus ik kies echt expliciet voor Amsterdammers. Amsterdammers in plaats van het grote geld. Nou kijk, waar ik bijzonder veel moeite mee heb, is dat we de dingen die fout gaan op de woningmarkt plakken op de mensen die van buiten komen. Ik vind dat echt een nieuw soort populisme waar ik me heel graag verder van hou. Neem nou bijvoorbeeld, meneer Ivens heeft toen als wethouder de universiteiten opgeroepen dat ze moeten stoppen met internationale studenten hierheen halen. En ik ben daar echt van geschrokken, omdat ik dacht, ik heb enorm fijn gestudeerd met internationale studenten. Volgens mij is iedereen hier welkom. Of je nou uit Doetinchem komt of uit Damascus. Als je hier wil zijn, dan mag je meedoen. Maar ook omdat de heer Ivens zei, u moet het niet meer doen, beste universiteiten, want dat kan onze woningmarkt niet aan. En dan denk ik, dan maken we dus mensen die van buiten komen, die hier dromen, die hier graag bij willen horen, de schuldigen van dat we hier de woningmarkt niet op orde hebben. En dan denk ik, meneer Ivens, laten we gewoon de schouders eronder zetten. Dan bouwen we die studentenwoningen, dan gaan we in gesprek met universiteiten. En dan gaan we niet zeggen, gut, als je toevallig uit Damascus komt, dan mag je hier niet meer in. U vindt dat de balans nog niet is doorgeslagen? Nou, ik wil daar nog... Ik wil daar nog wel wat over. Ik weet niet of iedereen het gehoord heeft, maar ik vroeg u. U vindt niet dat de balans is doorgeslagen in zekere zin? Ik vind dat je balans altijd moet bewaren. Maar nogmaals, we zijn een internationale stad. Een stad waar mensen van heel Nederland heen willen, maar ook van heel Europa. En ik wil gewoon niet iemand die hier geboren is voortrekken voor iemand die er graag naartoe komt. Volgens mij ben je Amsterdammer. Als je Amsterdammer wil zijn, als je mee wil doen, dan heb je hier een plekje. Dat is de politiek die ik voorsta. Je bent je bent Amsterdammer als je Amsterdammer wil zijn, als je hier wil investeren. Daarom zeggen we ook niet geboren Amsterdammer, maar mensen die hier al een aantal jaren wonen. Ja, dan kan je hier dus niet meer heen. Dus dat je hier ook daadwerkelijk in wil investeren. Zoals u weet, als het programma even goed gaat lezen, dan leest u dat we voor een deel van de woningen voor hen geven. Want het gaat erom die mensen die er niet meer kunnen wonen. Maar ik vind uw vergelijking met vanuit het buitenland komen, dat niet meer kan. Van veel mensen kan ik hem hebben, maar van u kan ik hem niet hebben. Want u heeft nou net in de Raad een voorstel ingediend waarbij u zei dat alle sociale huurwoningen die vrijkomen onmiddellijk geliberaliseerd moeten worden. Wat betekent dat geen vluchteling de stad meer in kan. Okay. Dus van u kan ik dit verwijt even net iets minder goed hebben. Want juist u kiest er heel nadrukkelijk voor. Als je geld hebt, ben je welkom. Maar dan, meneer Ivens, dan zetten we hier een punt, want dan mag u daarop reageren. Ja, nou, heel even kort op die vluchtelingen. Volgens mij heeft D66, ik heb notabene zelf ingediend, voorstellen gedaan, bijvoorbeeld Riekerhaven, dat studenten samen kunnen wonen met statushouders. We hebben voorstellen gedaan dat elke vluchteling een Amsterdamse buurman moest. En weet u waarom, meneer Ivens? En dan ga ik dat toch even blootleggen. Ja. Dat hebben we gedaan omdat u het niet voor elkaar kreeg om gewoon de doelstelling te halen. De doelstelling die Noord-Holland ons oplegt, om die gewoon te halen. Daar hebben we u bij moeten helpen. En dan kunt u niet zo terugbijten. Dat is onder de gordel. We doen het samen hier. Ik vind dat een... Maar laten u heeft even nu van veel achterbank meegenomen, dat is mooi. Maar ik vind het opvallend wat u nu doet. Want deze uitdaging vind ik niet bij u passen. U weet zelf ook, bij de woonagenda heeft u het voorstel ingediend dat wij 20% middenhuurwoningen moeten hebben in 2025. Wat betekent dat we 8000 woningen per jaar liberaliseren? Ik wil namelijk een vraag stellen. Wat heet? Nou, ik vind het... Ik vraag me gewoon af hoe u die 4 jaar heeft volgehouden eigenlijk met z'n tweeën, als ik dit zo zie. Nee, ik weet niet of zal ik daar wat over zeggen? Nou, als je met Laurens van het podium af een biertje drinkt of een kop koffie, dan kan je er prima afspraken mee maken. Nou, wij zullen nooit dezelfde partij worden. Dat is dan genoteerd en daar zijn maar we ook voor. Uiteindelijk kunnen we prima samenwerken. Maar ik zou het heel graag nog hebben over die internationalisering. Nou, want ik vind bijvoorbeeld ook... Ik wil namelijk vraag stellen erover, Ivens. En mijn vraag is eigenlijk, we hebben het nu over internationalisering, maar we hebben het vooral over de woningmarkt. En dat is natuurlijk een afgeleide of misschien een hoofdmoot die overal onder ligt. Als we het hebben
hebben over of we medicijnschap naar Amsterdam halen, of we het hebben over studenten die hier naartoe komen. Maar vindt u dat u als SP niet op de lange termijn, ik moet het opener vragen, vindt u dat dit ook niet wellicht ten koste gaat van de economische groei die ons zoveel gebracht heeft de afgelopen jaren, als u inderdaad, en dan neem ik even uw woorden over en u kunt daar vast heel goed op reageren, de deur een beetje op slot zet voor buitenlandse expats, werkers, et cetera. Ja, even voor de duidelijkheid, de SP zet de deur echt iets meer open voor de Amsterdammers, dat ze hier kunnen blijven wonen in plaats van dat ze de stad uit moeten zodra ze een gezin vormen. Maar dat helpt maar goed. Dat, die keuze maken, dat is essentieel volgens mij op dit moment om keuzes te maken. Want je ziet dat de afgelopen tijd dat het steeds meer expats naar de stad gekomen zijn. Je ziet dat we ook buiten de pas lopen als je het gelijk met de rest van Nederland. Wij hebben 4,1% van de Amsterdamse werknemers is een expat, terwijl het gemiddelde in Nederland nog niet 1% is. Ook in andere dat lijkt me logisch. Ook in, ook in de andere grote steden, meneer Van Danzig, we hebben het dubbele ten opzichte van de andere grote steden. Maar accepteert u dat dat wellicht ten koste gaat van economische groei, of koopt u die premisse niet dat dat ten koste gaat van economische groei? Welke economische groei bedoelt u? Want zo'n Europees medicijnagentschap, ik zou dat fantastisch vinden voor Nederland. En ik zie heel veel plekken waar dat echt die werkgelegenheid hard nodig is. Maar als we kijken naar welke werkgelegenheid we in Amsterdam specifiek nodig hebben, met name voor de jongeren, we zien dat er 3% werkloosheid is bij de hoogopgeleide jongeren, terwijl er 20% werkloosheid is bij de laagopgeleide jongeren. Renier? Dan moeten volgens mij de andere banen willen binnenhalen. Neem nou zo'n medicijnagentschap, want ik vind, daar zie je het heel goed. Hè? Dit is volgens mij een van de mooiste dingen die we naar Amsterdam hebben kunnen halen. We hebben namelijk hier een agentschap wat zich voor de farmaceutische industrie van heel Europa de licenties gaat uitgeven, het onderzoek gaat controleren. Echt een groot goed. En volgens mij was het een van uw raadsleden die direct op Twitter riep, dan zal de woningmarkt wel naar de knoppen gaan. En wat moet dat wel met de Amsterdamse banen? Hadden ze niet naar Rotterdam gekund? Ik heb me daar gewoon een beetje voor geschaamd. Ook omdat het niet zo is dat als ik aan zo'n bedrijf denk, dat ik meteen denk aan alle fouten. Als ik aan scholen denk bijvoorbeeld, dan denk ik aan leraren. Als ik aan ziekenhuizen denk, dan denk ik aan doktoren en verplegers. Als ik aan zo'n bedrijf denk, denk ik aan de mensen die er gaan werken. En dat zijn echt niet alleen maar de bobo's, meneer Evans. Dat zijn ook gewoon de kantinedamen, de taxichauffeurs die komen aanrijden. De mensen die helpen bij de beveiliging. Dat zijn banen voor laagopgeleide, middenopgeleide en hoogopgeleide. En ik vind dat fantastisch. Meneer Evans, tot slot. Ja, ik ben het met meneer Van Danzig eens dat banen fantastisch zijn. Alleen de vraag is, moet je alles naar Amsterdam binnenhalen? Moet je alles alleen maar zeggen, wij gaan ons in Amsterdam zeggen, we willen alles binnenhalen, terwijl we zien wat de problemen zijn. Kijk, de SP staat echt voor een betaalbare stad voor mensen met lage en gemiddelde inkomen. Dat heet durven kiezen. Radicaal durven kiezen. Niet het grote geld de dienst uit laten maken. Maar echt zeggen, wij staan voor een stad die nog betaalbaar is voor Amsterdam. En ik zou het zo mooi vinden voor een stad waar mensen dan ook een baan als je ook scherpe keuzes zou willen maken. In plaats van alleen maar zeggen, ja, laat het grote geld de dienst uit maken. Wij stellen ons open en dan weten we wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Mensen met veel geld zijn welkom. Mensen met weinig geld helaas niet. We gaan richting de afrondende opmerkingen. Renier. Ook de kans de heer Evans en Arjen Vliegendhart nog een compliment te maken. Maar dat is misschien ook. Nou, dat is mooi richting het einde. Ja, toch? Ik dacht, dat is altijd, dan moet je een beetje verzoenen afsluiten. Ja. We hebben het in Amsterdam voor elkaar gekregen om de jeugdwerkloosheid. Die was toen wij aantraden, was die het hoogste van alle 4 gemeenten. Dat vond ik verschrikkelijk. Dat was echt iets waarvan ik dacht, dat moeten we veranderen. Dat heeft uw wethouder Arjen Vliegendhart voortvarend aangepakt. En nou zijn we de laagste van de 4 grote steden. En dat heeft, meneer Evans, ermee te maken dat we groeien, dat we het goed doen, dat we bedrijven hierheen halen. Daarom hebben al die jongeren een baan. Oké. Ik denk dat we maar eens gaan kijken of er vragen zijn in de zaal. Ziet er naar uit. Ja. Ik kan me voorstellen. Ik wil, we doen eerst 2 vragen uit de zaal en dan wil ik nog even kort Marjolein horen over haar plannen om die middenhuur bijvoorbeeld te doen. Ik kom naar u toe. U heeft een vraag. Ja, ik had een vraagje over middenhuur. Hoe zorgen we ervoor dat middenhuur ook niet geliberaliseerd wordt na 15 of x aantal jaar? Zodat die woningen echt voor de middenhuur behouden blijven. Hoe zorgen we dat we dat eigenlijk onder controle houden? Dat is een hele goede vraag. Wat wij echt voorstellen zijn 2 dingen. En corporaties, daar maken we nu ook afspraken mee. En dat betekent dat we gewoon afspraken hebben over de prijs. De corporaties kan je daarop aanspreken, die kan je daaraan houden. Wij maken daar zogenaamde prestatieafspraken mee. Gelukkig hebben die heel veel woningen hier. Dus dat is deel 1 wat we kunnen doen. Het tweede wat we doen, en dat is echt met de nieuwbouw begonnen, is dat we
zorgen dat we met pensioenfondsen en verzekeraars afspraken maken voor 25 jaar, dat het in die middenhuur blijft. En dat kan je dan ook nog verlengen. Hè. Je moet je voorstellen, 25 jaar is, ik zie u al een beetje twijfelen, is dat wel lang genoeg? Dat is best lang, ook in het vastgoed. Maar anders dan verlengen we dat gewoon. Dus we zorgen ervoor dat die woningen langdurig, jarenlang in dat segment blijven. Kunt u dat eenzijdig verlengen? We kunnen daar afspraken over maken, we kunnen dat ook langer doen, maar heel vaak. Hè? Maar ja, ik bedoel meer als vraag, hoeveel slagkracht heeft u over 25 jaar? Nou, ik zou u heel eerlijk zeggen, kijk, over 25 jaar is er een hoop gebeurd. 25 jaar geleden was ik 7. Het is wel zo eerlijk om dat te zeggen. Dus volgens mij moeten we ook niet zo ver vooruit kijken dat pensioenfondsen denken, ja, dan kunnen we niet meer investeren. Maar pensioenfondsen zijn niet de partijen die denken, we gaan voor de quick win. Dat zijn niet de partijen die voor het allerhoogste bod gaan. Dat zijn gewoon partijen met wie je prima afspraken kan maken. En ik vind ook dat we dat moeten doen. En dan niet te bang zijn dat over 25 jaar de wereld er misschien iets anders uitziet. Meneer Evans? Het wordt goed uitgelegd, alleen er is één verschil in over 25 jaar. Dat maakt het wel lastig, want 25 jaar geleden dachten wij dat heel veel woningen nog een sociale woning zouden blijven. Die ondertussen, doordat de marktwaardes een introductie hebben gedaan, de punten niet meer gelden, een geliberaliseerde huur krijgen. Je ziet dat die woningen die een paar jaar geleden nog aan sociale huurwoning verhuurd werden, dat die zodra ze vrijkomen, dat die onmiddellijk naar het dure segment gaan. Niet eens naar het middensegment, dat slaan ze helemaal over. Gelijk naar het dure segment. Dat konden we 25 jaar geleden niet zien. Ik heb 4 jaar geleden heel veel verkiezingsdebatten mogen doen. Toen ging het nog over dat er te veel sociale huurwoningen waren. Sorry. Maar dat is ondertussen naar een enorm tekort gegaan, omdat al die woningen zo razendsnel geliberaliseerd werden. Ja. We dachten 56% van de woningen, 4 jaar geleden was dat, we dachten 56% van de woningen sociaal te hebben. We weten nu dat maar 40% van de woningen nog sociaal is. Oké, er is hier een vraag. Ja. Ik zou graag van beide partijen willen horen wat ze van de sleepwetreferendum vinden op 21 maart. Heel goed. Nou, dan mag jij beginnen. Ja, het is volledig terechte vraag, want die verkiezingen zijn er natuurlijk ook. Wij moeten zorgen dat wij bij de sleepwet, ik maak me er grote zorgen over. Als je alle experts hoort, dan zie je dat er heel veel data binnengeharkt wordt, waar de veiligheidsdiensten eigenlijk niet eens weten hoe ze met al die data het juiste kunnen vinden. Dus ik vind dat dat een enorme de privacy van mensen schaadt, terwijl het niet eens de veiligheid ten goede is. Dat is het ene deel. En het tweede deel, ik ben zo blij dat we nog referenda hebben. Laten we referenda blijven hebben en laten we het in Amsterdam zelfs uitbreiden naar buurtreferenda. Oké. Renier? Nou weet u, ik heb daar heel kritisch naar gekeken. Want als je dat zoiets hoort als een sleepnet of het heet eigenlijk de WIF, dan denk je meteen dat het is iets om je zorgen om te maken. Maar ik heb gelukkig heel intensief samengewerkt met mevrouw Longren, die nu die minister is die daarover gaat. Ik heb niet alleen heel veel vertrouwen in haar sociaal-liberale waarden, maar ook het feit dat ze het haar niet zal laten gebeuren dat er een sleepnet kan worden uit gegooid, maar dat moet je dan altijd staven met bewijs. Ik ben heel tevreden dat mevrouw Longren heel snel een brief heeft gestuurd waarin echt hele duidelijke checks en balances worden opgenomen. En ook heel duidelijk gezegd wordt dat zo'n sleepnet echt niet gaat gebeuren. Dus wat mij betreft moet die wet verbeterd worden, gaat dat gebeuren en dan is het goed dat er een referendum is. Natuurlijk. Okay. Hier een vraag. Behoud de referenda. Dank u wel. Barbara Baarsma, voormalig directeur van SCO, heeft al een keer berekend dat een sociale woningbouw ongeveer €100.000 oplevert en ongeveer €200.000 kost. Dat betekent dus dat je een enorme kapitaalvernietiging hebt door die sociale woningbouwen. En je zou dus eigenlijk kunnen zorgen dat als je meer woningen wil bouwen, meer sociale woningbouw moet verkopen. Meneer Evans, als wethouder wonen. Ik vind het een gekke redenatie, want volgens mij is het juist dat je hoort, je moet dus die sociale huurwoningen houden. Want als je beseft dat er dus een enorme overwaarde zit en dus dat de marktwaardes veel hoger zijn. Ja, dat is precies de reden waarom we sociale huur hebben. En dus ook middenhuur, want dat moet dus ook al beschermd worden van de markt. Ik ben blij dat ook D66 dat vindt. Want zelfs die moeten we beschermen voor de markt, omdat je er anders niet komt. Ik ben het met u eens dat het goed zou zijn als er weer wat investeringskracht komt. We zien de laatste tijd dat we vooral heel veel de corporaties aan verhuurderheffing moeten betalen en hun eigen financiën op orde moeten hebben. Daar zitten we wat investeringskracht in. Ik zou het mooi vinden als de corporaties dat weer kunnen gaan inzetten voor meer sociale huurbouwen, maar ook voor woningen in het middensegment, alleen dan wel laag in het middensegment,
onder die 850 euro in plaats van tot de 1100 euro. Renier? Ja, nou, ik denk dat het goed is om niet te ontkennen dat, dat woningbouw geld kost. En hoe lager je de huur maakt, hoe meer je daarbij moet leggen. Maar ik vind dat op zich helemaal niet erg. Ik denk dat het goed is dat we sociale woningen hebben. Het is goed dat we middenhuur hebben. En dat kost de stad geld. En godzijdank, we kunnen het leiden ook. Dus dat vind ik niet eens zo heel belangrijk. Maar ik vind het wel belangrijk dat woningcorporaties wel woningen gaan verkopen. En om twee dingen. Zodat mensen een huisje kunnen kopen. Maar ook, en dat is echt de opgave van onze tijd, daar gaat nog zoveel geld naartoe. Dus we moeten al die 400.000 woningen in Amsterdam gaan verduurzamen. En daar is geld voor nodig. En dat kunnen de corporaties niet alleen. Dus laten we die opbrengst van de verkoop daarvoor gebruiken. Oké, ik zag nog twee vragen en dan gaan we naar de bar toe, denk ik. Eerst met u. Ik heb hem vast. Nou, volgens mij begon Laurens dit debat met het vertellen dat D66 en VVD aan het vechten waren aan de rechterkant en dat het heel erg rechts was en zo. Nou, woon ik al een tijdje in Amsterdam, maar het is toch, het voelt mij nog steeds heel erg links aan. Wat ik volgens mij hoorde, is dat, dat we op dit moment hebben volgens mij 47% sociale huurwoningen in Amsterdam. Nou, iets meer. 47, dat is het getal wat ik volgens mij een paar dagen geleden in de krant las. Volgens mij zeg jij 40, maar ik lees 47. Het is meer toch, meneer? Het is meer, ja. Het is 40% sociale corporatiehuur en we hebben plus daarnaast nog ongeveer 15% sociale huur. Dus misschien zelfs wel 55%. Er is volgens wat is uw vraag? Nou, er is volgens mij geen stad in Europa of in Nederland die ook maar daar in de buurt komt. En klopt het nu echt dat de D66 het eens is om meer dan 50% van de woningen te reguleren in Amsterdam? Ook in de toekomst. Heldere vraag. Ja, ja, dat klopt, want ik zei het net. Maar dan wel voor een stuk meer inkomens. Dus dat gaat dan echt tot twee keer modaal. Hoe wij het voor ons zien is dat je meerdere segmenten hebt. Betaalbare huur voor echt de laagste inkomens, waar de kwetsbaren in zitten, waar sociale huur echt de enige plek is waar je nog in kan huren. Dan een iets duurder sociaal segment, een wat lager middensegment en een wat hoger middensegment. En ik denk wel dat het belangrijk is, want uiteindelijk is de woningmarkt, het heet wel een markt. Maar doordat er zoveel mensen in Amsterdam willen wonen, zal je een deel moeten reguleren. Zal je voor een heel groot deel moeten zorgen dat het betaalbaar blijft door regels. En voor de rest dat het betaalbaar blijft door veel te bouwen. Het aanbod op te krikken, zodat ook een koopwoning gewoon nog affordable is. Ja. Wilt u nog eens aanvullen, meneer Iver? Nee, ik ben het volstrekt eens. Alleen volgens mij als 30% van de Amsterdammers zich op de markt redt, dan moet je streven hebben naar ongeveer 70% op zijn minst te reguleren. Ja. Omdat die mensen niet op de markt redden. Dus maar dan net ietsje meer. Er is hier een vraag. Je miljonair bent. Nou, ik heb in eerste instantie een opmerking. Nou, of nou, vraag kan het zijn. U belooft heel veel, alle twee. En jullie hadden 4 jaar de kans om in te grijpen. En hoe kan ik jullie alle twee nu geloven dat dat echt gaat gebeuren? Ja. Als politicus zou je toch oog kunnen hebben voor al die ontwikkelingen. En al die berekeningen, vooral van meneer Van Danzig, sorry. Ik ben heel slecht. Mag ik u vragen iets concreter te maken? Wat bedoelt u precies waarvan u gehoopt had dat er iets gedaan was wat niet Nou, waarom is dan niet iets gedaan wat nu belooft dat het gaat gebeuren? Waarom heeft u dat niet eerder gedaan? Ingrijpen in de woningmarkt, studentenhuisvesting, dan moet je wel 6-7 jaar wachten op een kamer in Amsterdam. Ja. Dan ben je al klaar met de studie. Ondertussen zijn studentenhuisvesting huizen gekomen met de huur van 500-600 euro, maar daarnaast ook servicekosten voor 200 euro. We lopen achter de feiten aan. En ja, exact. Ja. Ja, ik vind dat een terechte vraag, want het is altijd lastig. Waarom sta je weer met nieuwe wensen? Kijk, we hebben ingegrepen in die woningmarkt. En wij kunnen maar een deel ingrijpen, want terecht gaf de heer Van Danzig net ook al aan. Wij kunnen wat zeggen over de corporatiewoningen en we kunnen wat doen met de nieuwbouw. Maar de bestaande woningen, ja, daarvoor moeten we in Den Haag zijn. Maar daar mag ik het nooit over hebben van meneer Van Danzig. Maar daarvoor moeten we wel in Den Haag zijn ook. Maar we hebben ingegrepen in die woningmarkt. Het aantal sociale huurwoningen liep drastisch af. En we hebben gezegd, dat gaan we weer in ere stellen, zoveel mogelijk sociale huur behouden. We hebben een bouwrecord gevestigd. We hebben bij de studentenwoningen een maximale huur geïntroduceerd, omdat die studentenwoningen ook veel te duur werden. Dus we hebben een heleboel maatregelen genomen. En zoals de heer Van Danzig net ook memoreerde, we hebben ook het besluit genomen om middelhuurwoningen als een gereguleerd segment erbij te nemen. Dus we hebben ingegrepen, maar dat neemt niet weg dat ondertussen de druk op de woningmarkt zoveel groter is geworden. We redden het niet met alleen maar ingrijpen binnen de coöperatievoorraad en de nieuwbouw. We hebben meer nodig. Ik loop nog wat over. Als college, u zat er ook bij 4 jaar. Ik probeer even mevrouw aan te kijken. Nou, kijk, in de politiek is het een kwestie van geven en nemen. Nederland is een coalitieland. En dat betekent
dat wij hebben een verkiezingsprogramma. De heer Ivens heeft een verkiezingsprogramma. Daar moeten we straks samen dan maar weer de beste Amsterdamse chocola van maken. Dus we kunnen gewoon niet alle dromen die we hier op tafel leggen realiseren. De beste manier om dat wel te doen is D66 meer dan de helft van de stemmen te geven. En u noemde dat net zendtijd in de politieke partijen. U had groot gelijk. Dat had ik achterwege moeten laten. Maar ik dacht, dat gaat denk ik toch niet gebeuren. Ja. Dus dat is wat ik er denk bij wil zeggen. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel belangrijk om te benadrukken. We hebben ook wel hele mooie dingen gedaan de afgelopen 4 jaar. We hebben ervoor gezorgd dat statushouders hier weer een plekje kunnen vinden. We bouwen 8000 studentenwoningen per jaar. We hebben de jeugdwerkloosheid naar beneden gebracht. We hebben verduurzaamd. Dit was echt een te gek college. Alleen nu laten we weer zien wat we willen als we in ons eentje staan. We deden er 4 jaar over, maar ik ben het met u eens verder. Voor die studentenwoning. Ik wil Marleen Moorman vragen en dan wil ik aan u het laatste woord geven. Marleen Moorman, wat is nou, misschien als u hier komt staan, dan kunnen mensen u net iets beter zien. Oh, u heeft een headset trouwens. Dus, wat is nou het belangrijkste waar u nog even op wilt reageren, waarvan u zegt, nou ja, dit wil ik dan vanuit de PvdA, als we het over dit dossier hebben, toevoegen aan het gesprek? Nou, ik heb met plezier naar geluisterd, maar je merkt wel meteen dat het ontzettend technisch is. En dat komt heus niet alleen omdat het vaak een mannendebat is als het over wonen gaat. Ik bezondig mezelf daar ook heel vaak aan. Maar al die percentages, dat zegt misschien zo weinig. En wat ik wel moeilijk vind elke keer als we naar dit debat luisteren, is dat we zeggen hoeveel procent sociaal, hoeveel procent midden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon over mensen. En waar gaat het voor u om? Ja, om mensen. Mensen die een woning nodig hebben. En als je dan kijkt wat er gebeurt en wat D66 dan zegt, dan zeggen ze eigenlijk elke vrijkomende betaalbare huurwoning moet meteen worden verkocht of geliberaliseerd. En dat heeft een consequentie. En die consequentie is, mensen moeten de stad uit en de stad verandert. En dat vind ik... En wat wilt u als PvdA daaraan doen? Nou, ik vind dat dus asociaal. Ik vind het asociaal om te zeggen, u krijgt geen plek meer, want wij willen gewoon een duurdere woningmarkt. Want dat is het effect. En het is een jaar geleden ook aan Pechtold gevraagd. Hè? Dat was tijdens de landelijke verkiezingen. En toen werd er gevraagd bij AT5, wat vindt u er nou van dat de huizenmarkt zoveel duurder wordt? En toen zei hij, we hebben overloopgebieden. En daarmee bedoelde hij Purmerend en Almere. De mensen moeten de stad maar uit. En ik vind dat een hele verkeerde keuze. Ik wil dat Amsterdam Amsterdam blijft. En natuurlijk hebben we dan ook middenhuur nodig. Daar hebben we ook ontzettend veel voorstellen voor gedaan. Ja. Zoals bijvoorbeeld, hou middenhuur altijd middenhuur. Ja. Want je kan best wel op het moment, onze grond is heel veel waard. Er zijn ontzettend veel investeerders die graag investeren. Kan je ook zeggen, we hebben over 25 jaar ook nog gewoon middeninkomens in de stad nodig. En dan willen we niet dat die huizenprijzen ineens omhoog gaan. Hou middenhuur gewoon voor altijd middenhuur. En wie stemde tegen? D66. Ja, altijd is heel lang. Okay. Ik wil voorstellen dat ik eerst Laurens Ivens de laatste woorden geef. En dan kunt u ze in één greep. Ja, dat zal ook wel voor mij gaan. Meepakken. Meneer Ivens, we gaan richting de bar, dus wat mij betreft heeft u nog één kans om voor u te zeggen, want op zich was dat een interessante opmerking. Het was een beetje flauw, want u werd nu een soort voetbalcommentator die na de wedstrijd zegt hoe de wedstrijd ging, maar die rol heb ik u gegeven, daar kunt u niks aan doen. Dank u wel daarvoor. Dus mijn vraag is eigenlijk, als hij zegt, waar gaat het ons nou echt om in deze stad, kunt u dat nog even heel kort voor de SP aangeven en dan dezelfde vraag aan Reinier en dan gaan we naar de bar toe. Ja, ik merk de laatste tijd dat het echt Amsterdammers enorm in de knel zitten. Ik hoor verhalen van mensen, ze zijn gescheiden, moeten de stad uit. Van mensen die om wat voor reden uit de opvang komen en geen woning krijgen. Ja. Maar ook de mensen van de jongeren die nog 30 is en bij zijn ouders moet wonen. Ook die ouderen die de trap niet meer op kan. En er is maar één verhaal wat ik constant aan hoor. Ik heb een betaalbare woning nodig. Dus wat volgens mij essentieel is, zullen we zorgen dat in deze stad meer betaalbare woning is. Dat we die roep van de Amsterdammers honoreren. Betaalbare woningen voor mensen met die lage en gemiddelde inkomens. Dus geen woningen voor die hoge inkomens. Want u wilt meer woningen voor de hoge inkomens. En woningen tot 1100 maar euro. Maar u wilt betaalbaarheid. Dat wordt lastig. Echt, kies volledig voor betaalbaarheid voor die Amsterdammers. Uw belangrijkste inzet. Ik wil heel graag dat ook voor de groepen die het socialistisch pact schat helemaal rijk vindt, een kans is om in Amsterdam te wonen. Op dit moment staat door 60% van de woningen een dik groot rood kruis met eronder een bordje. U mag hier niet huren, want u verdient te veel. En dat betekent dat ze de stad uitgaan, dat ze ergens anders hun geluk beproeven. Ik vind dat oneerlijk. En als het aan D66 ligt, dan breken we radicaal met dat woningbeleid en zorgen we dat iedereen een eerlijke kans krijgt. Mag ik één ding?
Nou, ik wil hem eigenlijk gaan afsluiten, Marjolein. Ja, dat gaat het was zo'n mooi, en de bar dan? Het was zo'n mooi einde. En er komen nog zat kansen. Maar één ding over dat socialistisch pact. Want Roodje Reinier vindt elke keer een hele grappige opmerking. Om maar over. Ja, wij zijn linkse partijen die vrienden hebben. En ik zie daar een rechtse partij die op dit moment de vrienden misschien iets minder opzoekt. Ik had er graag een progressief pact van gemaakt, maar ik mocht niet meedoen. Nou, we gaan de komende maanden, gaan we kijken hoe dat pact misschien nog opschuift, open gaat, dicht. Je weet hoe het gaat met pacten. We gaan het zien. Ik wil voor nu vooral de drie lijsttrekkers, Laurens Ivens, Marjolein Moorman en Reinier van Danzig, hartelijk danken. Geef ze een warm applaus. U kunt uw vragen over pacten, woningmarkt, internationalisering aan de bar kwijt. Wij zijn er 9 februari met een landelijk lijsttrekkersdebat. En tot ziens, dank u wel.